Dankjewel. Dankjewel voor onze introducties. Goed, jongens en meisjes, dames en heren. De laatste keer, goed paasweekend, onze Rubikse paas. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Wij zijn er hier voor klaar voor. Dan zeker maar eventjes allemaal naar hier. Het is de allerlaatste keer, onze proevende paas. De stiefstijl en natuurlijk, als wij afsluiten, speciaal voor onze kinderen, onze kinderbattle, waarbij jullie tegen de ridders blijven gaan vechten. Zijn er hier kindjes bij die er straks al hebben gezien? Allemaal nieuwe kindjes? Ik zie heel fout nieuwe kindjes, ik leer het maar aan. Dames en heren, ik ben Helena van Kanten en ik ben jullie herhoud voor vandaag. Woon je goed? Daar straks weer mijn microfoon aan mij toe weken. Jullie vinden dat misschien niet erg? Ik wel. Goed, ik ben Helena van Kanten, ik ben jullie herhoud en ik kan jullie vertellen wat er zoal gaat te gebeuren. Ik zie dat jullie allemaal vol spanning zitten kijken naar onze ridders. Het is natuurlijk heel spannend. Ik wil jullie al eerst wijzen een beetje op de veiligheid. We hebben hier aan de omheining een dubbele poort gespannen. Dat is natuurlijk voor jullie veiligheid. Dus ik zou zeggen, proberen op te letten dat de kinderen zeker niet voorbij de touwen komen. Omdat de paden zijn soms een beetje hevig. Hevig niet in die zin. Maar dat ze soms wel eens een poepje kunnen draaien. En dat is natuurlijk niet zo aangenaam als je wat met je gezicht aanziet. Goed, zijn jullie eigenlijk een beetje klaar voor? Ja, ik heb hier al twee kindjes die er helemaal klaar voor zijn. En de andere kinderen, zijn jullie er klaar voor? Ja! Willen jullie onze ridders bezig zien? Ja! Ja, precies niet. Zullen we maar naar huis gaan dan? Er is iemand die gedaan heeft, hè? Je hebt problemen met mij, hoor. Ja. Jij mag nog niet, jij hebt strafstudie. Kinderen, zijn jullie er klaar voor? Ja! Ze zijn allemaal zo enorm braaf. Weet je, onze ridders zijn heel ijdel en die willen natuurlijk alleen maar ingang als zij heel luid toegejuicht worden. En dan gaan we eerst eens een beetje oefenen, hè? Want jullie hoeven niet altijd heel braaf te zijn. Vandaag mag je eens een beetje wild doen en morgen mag je weer braaf zijn. Is dat heel goed? Is dat afgesproken? Gaan we vandaag een beetje wild doen? Ja. Vandaag mag het. De mama's en papa's moeten maar bij mij komen klagen aan die. Vandaag mag het. Dus we gaan eens een keertje jullie stemmen zo luid mogelijk openzetten. En ik wil jullie zo luid mogelijk horen roepen. Gaan we dat eens allemaal samen doen? Ja. Gaan we dat eens samen doen? Ja. Ah, het is een beetje een interactie. Hè? Ik sta hier... Wel voor mijn plezier, maar ook een beetje voor jullie plezier natuurlijk. Goed, dames en meisjes. Kan ook wel natuurlijk. Dames en meisjes, jongens en heren. Appelen en beren, boeren en boerinnen. Laten we het feest eens beginnen. Mooi zo. Ik wil jullie natuurlijk allemaal horen. We beginnen niet voor ik jullie heel wat heb horen brullen. Ik wil eens allemaal samen horen roepen. Op 3, 2, 1... Yeah! En dan gaan we dan nog eens horen, dat zien ze wat jullie heel leuk vinden en heel spannend vinden, heel gemeen, heel laat ja roepen. Op 3, 2, 1, ja! Yeah! Voilà zeg. Ik moet eigenlijk wel zeggen, die kant komt veel later dan deze kant. Dus nu is eigenlijk alleen maar deze kant. Ja, ik ga jullie rechtjes zetten hoor. Haha. Mevrouw met de witte jas, kan jullie eens even wel? Ja, hallo. Wie bent u? Marian. Marian? Oh, dat is boeiend. Marian, excuseer. Marian, hallo, goedemiddag Marian. Eens kijken. Hallo, bent u? Ja? Dag Geertje. Kan u eens even uw hand omhoog zetten? We hebben hier aan de kant van Marian en Geertje. Geertje? Ja, kijk terug. Alleen maar die kant, ik wil u zo laat mogelijk horen roepen. Op 3, 2, 1. Ja! Yes, go!
gewoon, dan was het een klaar met ze vergeten. Het kan af en toe wel eens gebeuren. We hebben hier het rode team. Het team dat strijdt voor de naam van Vlaanderen. Speciaal dan ook uit Frankrijk gekomen. Heer Thierry van Normandië. Mijn compagnon en redder in ook heer Ruben van Eel. Voor team Limburg. Ja, we zijn natuurlijk in Assen. Richting Limburg werd er mij straks nog heel leuk over geluisterd. Arno van Arsen. En heer Nico van het Nijhuis. En dan kunnen we ook eens eerst doen als Geertje. Geertje, waar ben je? Hoi, Geertje en Marjan. We gaan een keertje in groepen onderverdelen. Jullie, aan die kant. Jullie mogen voor Limburg stemmen. Dus als Limburg aan de buiten staat, roepen dan heel uit. Jullie zijn nu voor Vlaanderen. Ongelooflijk. Je mag nog van kant wisselen hoor. Maar ja, ik moet bij Vlaanderen gehoord en wel, ik hoor bij Vlaanderen. Dus deze kant, als het rode team aan de beurt is, wat roepen wij dan? En als het groene aan de kant zijn, wat roepen wij dan? Oh, geweldig. We gaan eraan beginnen. Ons eerste onderdeel, de proeven met de speer. Dat was wel een heigertje. Hier zijn ze mee. Dankjewel. De ridders die gaan zo dadelijk één galop de speer hier nemen. Het is de bedoeling om die ogen met één galop in de roos te gooien. Daarna terug één galop een speer nemen. We hebben daar drie zwijntjes lopen. Het eerste zwijntje mag niet geraakt worden. Je ziet, het gaat van groot naar klein en van... ja, groot naar klein. Dus de twee achterste twee mogen geraakt worden. Daarna nemen ze dan de speer bij onze liefstallige Juri. Wacht maar eens even. Wat krijgen zij, dames? In de aanbieding, die doen we straks voor op het verkopen. Goed. We hebben hier de zakjes en die mogen aangeprikt worden. Goed? Ja. Hey, leuk, geweldig! Goed, de eerste die is iets mag aanbijten. Heer Thierry van Normandië. Yeah. Is dat goed? Weet je nog? Ja, Thierry heeft er natuurlijk al lange rit op zitten van Frankrijk. Hij heeft een heel jong paardje. Waar is hij? Hij heeft de regen begrepen. Dat is de Frans zeggen dan. Nee, we gaan hem overslaan. Heer Arnoud van Arsen. Je moet kunnen paardrijden natuurlijk. Eenhandig paardrijden, één gang opzetten. Recht doorrijden, op en afremmen. En dan is heel goed liggen. Ja, en het groen. 4 punten voor Arno. Nog even weer. Denk er aan die het voorste zwijntje. Ja, dat lukt wel goed, hè? Oké. Oh,
applausje, ja, ja, inderdaad. Een speciaal applausje, noemen we dat. En natuurlijk om die sfeer te nemen, dat ook niet voor een handen. Maar natuurlijk, terwijl je die sfeer neemt, is vriendje naar achteren. En dat gebeurt alleen omdat je een van vaart komt. Dat is niet zo gemakkelijk hoor. Dan is het gaan van groot naar klein. Groot is één puntje waard. Klein is vijf puntjes waard. Yes. Oh. Heel goed gedaan van heer Ruben van Eus. En ik kan hier zitten. Nico. Nico van Nijenhuis. Onze 42-jarige. Mag ik zeggen dat je blijkstaat? We maken dat wel wat ouder. Zeg maar drie. 52. Goed, begin met 52. Onze 52-jarige ridder. Onze ruikend ridder. Moet hij nou weer naar boven? Ja. En achteruit. Dat zou ik wel heel snel doen, hoor. Oh! Hij zit hier in Vaas. Waarom wil hij de oude Mia dan? Nog een keer nemen. Ah. En dan een bosbeintje. Voor je snel in de paas gespeeld. Ja, jullie zien in de basisschool dat soms ook wel een beetje spannend. En soms hebben ze ook gewoon totaal geen zin. Dat hebben wij ook allemaal wel eens. Voilà, de voorraad is gevonden. Ik heb een schat van een schoolmoeder, dus ik heb het niet te klagen. En op het ophoogte van de vijand. Daarna moeten ze hier ook weer ingalop de grijze blokjes wegslaan. Het rode moet blijven liggen op de paal. We hebben ook nog onze vliegende bloemkool bij onze vrijgezel Jori. Hallo Jori, welkom nog eens naar de dametjes. Voilà, Jori. En dan hebben we hier zwarte maten. Zijn hart moet zo boos worden met het zwaard. Monsieur de Normandie, hoe is het prijs? Hm? En die Thank you.
Jelly zijn paard is naar straks gewond geraakt. Daarom dat we nu maar even op een reservepaard zijn overgeschakeld. Het is nog een paard in opleiding, maar met jullie ondersteuning zal dat wel lukken. Dus misschien is een gewoon beschaamd applausje een beetje toeraken. Zal dat lukken? Kom aan, kom, hier wel, het is voor jullie hulp. Alle drie de blokken zijn bij de liggen, dames en heren. Zien jullie dat? Met jullie hulp kunnen we dat wel. Goed zo. De bloemkool. De bloemkool gaat hij aan het eerst doen. Heer Arno van Arsen. Ik heb hier al twee zinnen gehoord. Groen hoort aan het doen. En de andere kant zegt groen hoort onder mijn schoen. Jullie mogen zelf kiezen. Groen hoort onder mijn schoen. Yes, alle drie appeltjes. Ja, dat zijn ze ook niet weg. Aan de andere kant staan de stiertjes, die moeten zij ook weer omwegstoten.
We hebben de ringen. Het is de bedoeling dat ze de ringen van hun eigen kleur aanprikken. Er zijn een paar kleine ringetjes bij de krijgers, daar zijn dus extra punten voor. En we hebben ook nog in het midden de Sarazeen. Die moet je eventjes ook uitdagen. Oké. En hebben jullie al een idee van wie dat er straks gaat winnen? Gaat rood winnen? Gaat rood winnen? Gaat rood winnen? Dus als ik vraag, gaat rood willen mogen? Gaat rood winnen? Nee! En als ik zeg, gaat groen winnen, mogen jullie boeren moeten, hè? Gaat groen winnen? Nee! Oh, het is spontaan, geweldig allemaal! Goed, straks is alles er zijn. Rondjes gaan draaien, mogen jullie natuurlijk meestellen. Dat vind ik altijd wel eens heel fijn dat ik jullie alleen sta te praten. Dus we gaan wel eens een keertje oefenen. Meneer Helmut, draai een keertje rondkijken. Dat is één keer. Als hij volledig rond is, voor de tweede keer. En dan hebben we 3. En wat komt er naar 3? 4. Wat komt er naar 4? 5. Oké. Goed. Gaan jullie meetellen met mij? We gaan een beetje afspraak. Als jullie niet meetellen, krijgen jullie reserveerd puntjes. Gaan we dat zo doen? Nee? Dus heel goed meetellen, hè? Oké. We gaan proberen met heer Thierry van Normandië. Jij gaat alleen de Sarazeen doen? Oké, okay, hij gaat alleen de Sarazeen doen. Zijn paardje moet nog leren om wat uit te wijken. Dus we gaan natuurlijk zo luid mogelijk aanmoedigen. En doen ze. Hey, kom aan! Yes, één! Twee! Era, niet pas spelen, hè? 3! Ze zitten er al bij. 4! 5! Ja, dit zijn we mee. 6 overwinningen voor heer Thierry van Normandië! Goed zo. Arnoud van Aarsen, wat denk je? Gaan we ervoor? Gaan we ervoor? Zes kleurtjes, 1, 2, 3. Ah, oh, die komt al weer. Die zijn we al mee. 5 kleurtjes. 100 konijntjes. 1, 2, 3, 4 konijntjes. De ringen. Denk eraan alleen de groene. 2. 3. Geen nut. Aha, 3 ringen. En ons Sarazeen, jullie mogen nog eens meten, hè? Denk aan, hè? Hey! Come on! Ja! Yes! 1, 2, 3. Ik neem er wel veel tijd voor, hè? Wat gaan we doen? Helemaal niet gevonden. Dit is een wending voor Arnoud van Arsen. Ruben van Aars. Onze jonge snaak. Heel vredelievend mens. Hij wil de konijntjes voor zijn vrouwtjes paar zetten en mee naar huis kunnen nemen. Yes. 1. Wat gaan we doen met die laatste konijn? Tellen we die mee? Gaan we deze nog tellen? 2 konijntjes. De steentjes, denk je aan met de voorkant van de land. Alles telt die niet. 2 ook weer. Onze ringen.
Je moet ze aan je land krijgen, niet aan je raken, hè? Oh, er is wel een heel drama geraakt. Er is toch wel een heel drama pausje voor u. Dat is ook natuurlijk een kunst. En dat staat als één. Nog eens een keertje. Yeah.
van jouw finaleplaats mag strijden. Arnold tegen Nico! Korstens, Arnold van Arsen! Dus de finale wordt gereden tussen Ruben Maas en Arnold van Arsen. En dus nu mogen we voor de allerlaatste keer zo laat mogelijk roepen. Rood is nu het moment voor het allerlaatste. Naar de Max Hellerich. Ruud, wat gaan we doen? Ja, ik ben een slecht verplichting gezien. Dat was helemaal teleurgesteld. Dat vroeger niet had gewonnen hoor. Dus vroeger moet ik nu doen. Loop nog niet, dat is Ruben nog alleen, hè? Dat is gemakstje. Oké, Ruben staat klaar. Ja, kom aan. Ruben heeft gewonnen. Ruben aan de handen naar Anna van Assen. Yay! Goed door nieuw voor de ridders en hun ijverheid, maar natuurlijk om onze paarden te bedanken, want zonder de paarden zouden de ridders niet ook niet kunnen doen. Lucas van Nijenhuis, op zijn paard 2. Arnold van Arsen, op zijn paard Petlander. Freddy van Oranje, op het paardje Jongens. En Timo van Aas, op zijn paard Soetje. We hebben natuurlijk wel een kleine verrassing voor jullie. Weet jullie al wat? Weet jullie wat de verrassing is? Nee? Weet jij wat? Ik ga even aan de andere kant. Eventjes de doorgang openmaken, dan kunnen de paarden aan alle kant gaan. Jullie zijn nog eventjes hier. Jullie mogen nog niet weg. Ja, ik ga eventjes naar hier. De ridders die zijn van mogen dan maar het veld komen. Dat gaat het niet doen. Dames en heren, jongens en meisjes, inderdaad, jullie hebben het heel goed gehoord. Jullie mogen het opnemen tegen onze ridders. Wij gaan het eigen kinderleger vormen en alle kindjes die het durven om tegen de ridders te vechten, die mogen straks meedoen. Maar eerst ga je onze paarden recht doen. Tegen alle kindjes zeg ik ook geen brillen. Dus als je bril kan missen, laat eventjes bij mama en papa geen hoorapparaten en geen eigen spaartjes. Hey, je mag op. Kom, brillen. Oké? Okay.